ben je na het eten ook echt zo vol als je je voelt. Dit is de Universiteit van Nederland. Zo, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn. Ben je na het eten ook zo vol als je je voelt? Wat een vraag. Ik denk dat jullie allemaal wel kennen dat gevoel. Grote maaltijd gegeten, zit vol, toetje wordt geserveerd. Wow, past er toch nog wel bij. Je ziet, ik zit ook vrij vol, kan wel wat af. Hoe zit dat dan? Ik werk in Wageningen en daar doen we onderzoek naar hoe vol je zit, hoe je je vol voelt. Wanneer stop je met eten? Wat kun je eraan doen om te stoppen met eten? En ik kijk daar op een innovatieve manier naar en daar wil ik jullie wat over vertellen en met een kleine 3 experimenten ook wat van laten zien. Wat ik specifiek bestudeer is de maag. En ik kijk niet alleen maar naar de maag van buiten, want dat is lastig. Hij zit namelijk midden in je buik. Maar ik probeer die maag zo goed mogelijk te bestuderen met de modernste medische technieken. Niet alleen kijk ik naar de maag, maar ik wil ook graag weten wat gaat er nou om in je hoofd. Dus ik kijk naar de hersenen en ik vraag naar mensen hoe ze zich voelen. En ik probeer daar samen iets van te maken. De machine die ik daarvoor gebruik is een MRI-machine. En die ken je wel als je bijvoorbeeld een keer hebt gehoord van een voetballer die heeft zijn knie verdraaid. Dan wordt er gezegd, ja, we weten wat pas meer na de MRI. Of je hebt misschien zelf een keer iets gehad. MRI is eigenlijk een röntgenapparaat is voor botten, voor harde dingen. En een MRI is een soort apparaat om te scannen voor de zachte dingen. Voor spieren, voor pezen, et cetera. En wat wij doen is, wij gebruiken dat apparaat om een scan te maken van je buik. En dan krijgen we automatisch die maag mee. En dan kunnen we niet alleen kijken naar de maag en de structuur van de maag. Maar we krijgen ook mee wat er in die maag zit. En daarvoor wil ik jullie ook wat laten zien. Ik was net begonnen met mijn promotieonderzoek. En ik had die MRI-scanner net een beetje onder controle. En ik denk, ik moet een filmpje maken, zodat ik mensen kan laten zien wat ik eigenlijk doe. Dus ik heb gebeld met een vriend van mij die laborant was in het ziekenhuis. En ik heb gezegd, jij hebt toch dienst vannacht? Hij zegt ja. Ik zei, nou, ik kom om 4:30 ochtends naar het ziekenhuis. Want dan is het gratis, want er is niemand. Ik ga in de MRI liggen. En dan zet jij hem aan en dan maak je elke halve minuut even een foto van mijn buik. En dan drink ik in de MRI wat water en dan zien we dat erin en dan zien we dat eruit gaan. Je wordt toch nooit opgeroepen, daar kun jij blijven zitten. Nou, hij zet die scanner aan, ik lig erin. Je kunt natuurlijk helemaal niks, want je zit in een MRI opgesloten. En hij werd binnen 30 seconden opgeroepen. Dus ik lag ziels alleen in een ziekenhuis om 4:30 om dit filmpje voor jullie te maken. Dus geniet ervan. Wat je hier ziet is mijn lichaam. Je ziet een plakje eigenlijk in deze richting, door mijn borstholte heen. En je ziet aan de zijkant mooi die witte banden, dat is zeg maar hetzelfde als het spek op de parmaham. En daartussen zie je mijn organen. En je ziet als het goed is, zo ongeveer in het midden een groot wit ding. En dat wordt even groter en daarna wordt het weer kleiner. Dat is mijn maag. En dat harde wit, we hebben de scanner zo ingesteld dat water heel veel signaal geeft. Dus dat is water. En wat je ziet is die maag die loopt soort van schuin weg naar een tuutje. En daar sluit die aan op je darmen. En je ziet ook als je goed kijkt dat het in die darmen verdwijnt. En dan zie je helemaal in de andere hoek linksonder, zie je ook darmen met wat water erin zitten. Nou, dit is over ongeveer 20 minuutjes, een halve liter water in mijn maag en er weer uit. Nou, dit is een mooie manier om jullie te laten zien hoe dat nou gaat. Voor experimenteel onderzoek doen we dat nog net iets anders. Dan maken we namelijk plakjes in een andere richting, zo haaks op het lichaam. En als we die plakjes allemaal zo hebben, kunnen we op elk plakje berekenen hoeveel inhoud zit er nou op dat plakje in die maag. En omdat we de afstand tussen alle plakjes weten, kunnen we ook nog eens uitrekenen hoeveel volume zit er in die maag. En als we dat een paar keer in de tijd doen, geeft het ons de mogelijkheid om te zien wat gebeurt er nou qua lediging, oftewel het leegmaken van de maag, dat voedsel uit de maag doorgaat naar de darmen. Hoe gaat dat nou over de tijd? En dat geeft ons mogelijkheden om dingen inzichtelijk te maken die we hiervoor nog niet wisten. En dat wil ik graag met jullie delen. Nou, omdat MRI makkelijk werkt met vloeistof, hebben we dat gedaan met de hulp van shakes. En ik wil eventjes 2 vrijwilligers hier naar voren halen. Nou, heel vrijwillig zien ze er niet uit. Geef ze een hartelijk applaus. Jullie mogen even hier komen zitten. APPLAUS
En ik heb voor jullie allebei een glaasje chocolademelk. Deze is wat vloeibaarder en deze is wat dikker. Mogen jullie even een goede slok nemen, allebei? Nou, het interessante aan deze chocomel is dat hij hartstikke giftig is. Nee, een grapje. Ja, een beetje kauwen. Ja, nee, precies. Ja, nee, dat is heel goed, want dat wordt dadelijk heel belangrijk. Wij gaven aan onze proefpersonen hiervan ongeveer een halve liter. Nou, ga ik je even je vraag, je beste inschatting. Stel nou, je had hier een halve liter van gedronken. Had je dan nog zin om wat te eten daarna? Denk het niet. Denk niet. En jij? Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Nou, dat is perfect. Ik denk het niet en helemaal niet. Ongeveer de uitkomsten van ons experiment. Geef ze een hartelijk applaus en wil ik jullie even heel erg graag danken. Dit was het. Je kijkt heel erg verrast. Ik heb niks meer voor je. Hey, oké. Okay. Want wat is er nou precies anders aan deze chocomel? Dit is eigenlijk volle chocolademelk. Die heeft dus relatief veel calorieën. En dit is magere chocolademelk. Alleen heb ik daar een poedertje aan toegevoegd, een vezel, calorieloos, om hem juist dikker te maken. Nou, in het experiment hebben we dat nog uitgebreider gedaan. We hebben een dunne shake met weinig calorieën, 100. 100 calorieën is ongeveer een snackje. Een dunne shake met 500 calorieën, dat is zoveel als een maaltijd. We hebben een dikke shake met 100 calorieën en een dikke shake met 500 calorieën. En het grappige is dat je hoorde het nu al in dit experiment. Wow, dat zou helemaal geen zin meer hebben om nog wat te eten na deze. Het fijne aan MRI is dat we ook kunnen laten zien wat er in de maag gebeurt. Dus als je terugdenkt aan die plakjes, kunnen we van al deze shakes laten zien, oké, wat gebeurt er over de tijd? En dan krijg je de volgende curves over tijd. Je ziet aan al deze lijnen, een dikke lijn is een dikke shake en een dunne lijn is een dunne shake en rood is veel calorieën en geel is weinig calorieën. Zie je dat die rode lijntjes zitten boven? Dat betekent dat die relatief lang dingen vasthielden in de maag. Oftewel, die maag kijkt vooral naar calorieën. De rest interesseert de maag niet zoveel. Maar ondertussen ligt er natuurlijk een echt mens in die scanners. Kunnen we ook eens vragen van, joh, wil je wat eten? Heb je zin om te eten? Voel je je vol? En als je dat vraagt, kom je op het volgende effect uit. Namelijk dat, los van calorieën, mensen die iets diks te eten krijgen, zich veel voller voelden. Ze voelden zich heel vol en ze hadden veel minder zin om te eten. Ze waren veel verzadigder. En dat betekent dat verzadiging aan zich eigenlijk niet zoveel te maken heeft met de calorieën, wat je zou denken misschien, maar veel meer te maken heeft met ook hoe het smaakt, hoe het proeft, hoe het eruit ziet en al dit soort andere factoren. En dat is wel een belangrijke conclusie, want als je erover nadenkt wat wij voornamelijk eten en welke tendens voedingsproducten doormaken, dan is het vaak gericht op andere zaken. Voor het volgende experiment had ik twee andere mensen gevraagd om eventjes hier naar boven te komen. Zijn jullie er klaar voor? Dus jullie moeten allebei alles opeten en om het extra uitdagend te maken gaat iedereen heel erg naar jullie kijken. Maar er komt wel wat rustgevende muziek bij. Succes! Oké, misschien is het wel genoeg, want het gaat heel lang duren, merken jullie al. Dankjewel, je mag even het blaadje en de spullen meenemen. Als je wil, dan kun je even tijdens de rest van de show een beetje blijven eten. Dan is dat heel goed. En jij ook hartelijk dank. Als ik even verzadigd vol? Een beetje. Een beetje. Ja. Voor jou, als je dit allemaal zou hebben opgegeten? Ik denk dan misschien wel, maar op dit moment... Nee. Dat, je hebt ook maar één hapje genomen. Daarom. Nee, dat was een beetje langzaam. Sorry. Ja, nee, precies. Dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. Als je nadenkt over de producten die ons worden aangeboden, of die te koop zijn in de supermarkt, dan zien we een tendens in makkelijk te eten producten. Je ziet drinkontbijt, je ziet snel te eten snackjes, je ziet smoothies in plaats van fruit. En we consumeren dat heel snel. En de vraag is of dat niet eigenlijk ons verzadigingssysteem ondermijnt en dat je daardoor makkelijker overeet. Want je ziet, iedereen die wel zelf een smoothie heeft gemaakt, het is altijd verbazingwekkend weinig wat je overhoudt nadat je al dat fruit hebt geschild, klaargemaakt en erin hebt gegooid. Deze jonge man ziet er toch capabel uit en één hapje, terwijl de andere al alles op had. Dus je bent veel minder lang bezig met dat eetproces, met het kauwen, met al die andere dingen, want dat hebben we allemaal uitbesteed. En de vraag is of dat wel goed is en of dat niet een makkelijke manier is om jezelf te dwingen langzamer te eten en ook minder qua calorieën te eten, terwijl je verzadigender gevoel eraan overhoudt.
wil ik jullie nog één laatste ding vertellen. En dat gaat eigenlijk niet zozeer over het eten zelf, als wel over het verschil tussen de seksen, oftewel mannen en vrouwen. En daarvoor heb ik een man en een vrouw nodig. En de vraag is of jullie de cola even snel willen opdrinken. Nee joh, maar één glas wel goed. Als ik dit zo zie, is één glas wel goed. Of een half glas, ja. Stop maar, want dit wordt helemaal niks. Nee, de volgende keer moet toch uitgebreider screenen. Kan je nog meer op? Liever niet, maar... Ja, gaat wel. Een beetje kan al. Oké. Heb jij wel iets gedronken? Ik heb wel wat gedronken, maar ik kreeg de neiging om te gaan boeren. ja, en dat zouden we natuurlijk niet willen. Nee. Dank jullie wel. Geef ze een hartelijk applaus. Ja, grappig hè? Man die gooit het achterover, de dame in kwestie, wat is het? 2-1 slokje? En toen de grote angst dat je op tv en op een podium moet boeren, ik snap het helemaal. Maar ja, de vraag is dus, zit daar iets meer achter? Dus wij hebben, er was namelijk wat anekdotisch bewijs dat vrouwen gevoeliger zouden zijn voor een gevoel van onaangenaamheid, voor opgeblazen gevoel nadat ze iets hadden gedronken. Dus wij hebben mannen en vrouwen 500 milliliter frisdrank laten drinken. En we hebben ze gevraagd van, joh, hè, hoe opgeblazen voel je, of hoe gebloot voel je, of voel je niet lekker of onaangenaam. En dan zie je de curves hier, waarbij in rood vrouwen zijn geel mannen. Dus je ziet, die mannen voelden eigenlijk niet zoveel. En die vrouwen die voelen heel veel meer. Nou, die voelden zich niet lekker, een beetje misselijk, et cetera. Zelfde hoeveelheid. En ze wilden ook nooit zeggen of ze hadden geboerd, overigens. Dat was wel weer geestig. Ze lagen 2 uur in de scanner. Dus ja, ze ontkwamen er niet aan, want ik kan ook nog zien hoeveel ze in hun maag hebben qua lucht. Maar goed, nou is je vraag natuurlijk, wat betekenen die curves? Als je een vrouw bent, dan denk je misschien, ja, inderdaad, heel herkenbaar. En als je een man bent, denk je wellicht, jemig, wat stellen die vrouwen zich aan? Oeh, het werd heel stil ineens. Nee, ik ga jullie tegenovergestelde verhaal vertellen. De vraag is namelijk, is dit puur een subjectief gevoel? Of zit er daadwerkelijk iets fysiologisch achter? En dan heeft MRI ineens een oplossing, want we kunnen kijken wat er gebeurt. En als we dan naar die maag kijken, dan zien we dat vrouwen, om een van de reden, we denken dat dat waarschijnlijk hormonaal is, veel meer vasthouden in die maag. Dus die houden ook daadwerkelijk meer vloeistof in hun maag over een langere tijd. Dus er is misschien wel een hele goede reden dat die zich vaak wat heftiger reageren. Vooral als je nog bedenkt dat de gemiddelde vrouw kleiner is dan de gemiddelde man. En we geven vaak een gestandardiseerd volume. Dus misschien is dat wel veel lastiger te verwerken voor vrouwen dan voor mannen. En MRI geeft ons aan dat er ook echt een fysiologische basis voor is. Nou, wat heb ik jullie ongeveer willen vertellen? Ik heb jullie willen vertellen dat voeding en eten en hoe dat gaat, misschien te snel gaat, te vlug. En dat die maag trekt zich daar niet zoveel van aan, die kijkt naar calorieën. Maar hoe vol je je voelt, heeft daar niet zoveel mee te maken. En dat er ook nog een groot verschil kan zitten tussen mannen en vrouwen. En dat brengt mij op het antwoord van op de vraag waarmee we zijn begonnen. Ben je na het eten ook echt zo vol als je je voelt? En het antwoord is dus nee. Het heeft met heel veel factoren te maken en met nieuwe technieken kunnen we bestuderen hoe dat zit. Dank jullie wel.